Hoe maak je eenvoudig en snel je computer sneller? In deze korte video ga ik je laten zien hoe je eigenlijk vrij simpel, dus eigenlijk met een paar muisklikken, je computer kan opschonen. En zodoende je computer veel sneller kan maken. En je hebt vast wel eens gemerkt dat als je, als je bijvoorbeeld een nieuwe computer koopt of je computer is opnieuw geïnstalleerd, dat de computer vrij snel is. Overal waar je op klikt wordt direct geopend en je kunt gewoon veel sneller werken. En naarmate je wat langer op een computer werkt, wordt je computer eigenlijk steeds wat trager en duren steeds dingen wat langer. En doordat alles steeds wat langer duurt en dat je steeds wat langer moet wachten, gaat je productiviteit eigenlijk heel erg omlaag. En dat zijn dingen die er tussendoor glippen en waar je eigenlijk niet heel erg bewust van bent. Het gaat ten koste van je energie en ten koste van je productiviteit. En daarom is het goed om je computer gewoon lekker snel te houden. Nou, dat kan op honderdduizenden manieren, maar dat is misschien een beetje overdreven, maar dat kan op heel veel manieren. En een van die manieren is door middel van schijfopruiming. Dus als jij de C-schijf van je computer, dus hoe leg je dat uit, de harde schijf waar jouw Windows op draait, als je die regelmatig gewoon opruimt, en dat kan met een paar muisklikken, dan wordt je computer gewoon veel sneller. En ik zal je gewoon even laten zien hoe dat werkt. Duurt waarschijnlijk maar een minuutje en als je dat elke dag of elke week even een keertje doet, dan blijft je computer gewoon altijd lekker snel. Ik zal eventjes naar mijn Windows Verkenner gaan. Dus simpel wat je doet, ga naar de Windows Verkenner. Ik heb er hier een snelkoppeling voor. Dan kom je in de Windows Verkenner uit, dan zie je waarschijnlijk al je bestanden, zoals je bureaublad en dat soort dingen. Nou, wat elke computer heeft een C-schijf. En de meeste computers hebben een C- en een D-schijf. Maak onderscheid tussen data en de Windows-installatie. Maar C-schijf heb je sowieso. En de C-schijf is waarschijnlijk ook de schijf waar je Windows op draait. Dus dat is het besturingssysteem en dat zorgt eigenlijk ook een beetje voor hoe snel je computer is. Dus wat je doet is heel simpel. Je klikt met de rechtermuisknop klik je op de C-schijf in de Windows Verkenner dus. Dan krijg je een schermpje te zien. En wat je dan gaat doen is je kiest voor eigenschappen. Nou, dan krijg je een overzicht van die C-schijf te zien. Je ziet dat er 46,8 gigabyte momenteel gebruikt wordt en dat ik nog 237 gigabyte vrij heb. Nou, ik heb dus een hele hoop schijfruimte vrij. Dat is sowieso belangrijk om schijfruimte vrij te hebben. Dat is ook goed voor de snelheid van je computer. We hebben het nu even niet over. Wat je nu moet gaan doen is klikken op de knop schijfopruiming. Dan gaat hij eventjes gaat hij analyseren wat er allemaal op die schijf staat. En je krijgt straks dus een inzicht van eigenlijk de overbodige bestanden en de rommel die op je C-schijf staat. En die rommel die wordt eigenlijk steeds achter de schermen, zonder dat jij het doorhebt, wordt die eigenlijk ingeladen en draait dat allemaal. En dan wordt je computer wordt daar dus steeds iets trager van. Dus je krijgt nou een overzicht te zien. Je ziet gedownloade programmabestanden, dit soort dingen. En je ziet hier precies erachter staan hoeveel ruimte daar eigenlijk door gebruikt wordt. Dus ik kan van tevoren gewoon aanklikken wat ik allemaal weg wil hebben. Dus ik vink altijd gewoon alles aan. Het zijn allemaal dingen die ik niet nodig heb. Dan gaat hij dat optellen. Dan zie je aan de onderkant dat er 166 MB nu momenteel aan rommel draait op mijn C-schijf. Dat is op zich is dat niet zo heel veel. Ik maak het regelmatig schoon. Maar ik heb ook wel eens gehad dat het gewoon meerdere gigabytes zijn. En dan wordt je computer gewoon ontzettend traag van. Dus je vinkt simpelweg al die dingetjes aan. Dan klik je op OK. Dan vraagt hij in dit geval nog even of ik ze echt wil verwijderen. Dat wil ik. Dat zijn allemaal dingen die ik niet nodig heb. Maar nou gaat hij dat simpelweg dat allemaal weghalen. Dan kan ik straks die schijfruimte weer gebruiken voor het opslaan van bestanden. En dat is nu ook al klaar. En nou is mijn computer gewoon weer een stuk sneller. Nou draait er geen rommel meer op. Draai je geen programma's en dingen meer achter de schermen. En dan is mijn computer weer een stukje sneller. En het is verstandig dat je dit elke week, of in ieder geval elke maand eigenlijk een keertje doet. Om je computer gewoon lekker snel te houden. En maximaal productief te kunnen zijn op een dag. Nou, bedankt voor het kijken en alle succes.